En dan zijn we nu toch echt bij het allerlaatste kenmerkend aspect aangekomen, de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. En we zullen eerst eens even gaan kijken naar die twee begrippen, pluriform en multicultureel. Multicultureel, daar zit het woordje multi in, veel, en daar zit het woordje cultureel in, wat te maken heeft met leefstijlen. En een multiculturele samenleving bevat veel verschillende culturen die naast en door elkaar leven. Nou, wat is pluriform dan? Pluri zit ook weer dat woordje veel in, of eigenlijk veelvoudig of meervoudig. En vorm betekent vorm, dus veelvormig zouden we kunnen zeggen. En in een pluriforme samenleving wonen veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. En dan zijn er bijvoorbeeld verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio en ga zo maar verder. Ja, en als je deze twee begrippen bij elkaar ziet staan, dan zie je eigenlijk weinig verschillen. En dat is ook zo, ze overlappen elkaar voor een heel groot deel, maar we kunnen wel een subtiel onderscheid maken. Als we het woordje cultuur gebruiken, dan hebben we het toch vooral over de afkomst van mensen. Waar is iemand geboren of waar komt iemands familie vandaan? Wat is dus de achtergrond van die persoon? Dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de religie. En als we het woordje pluriform gebruiken, dan kijken we meer naar de manier waarop iemand leeft, de leefwijze. Behoort men bij een bepaalde jongerencultuur? Zie je, daar gebruikt dat woordje cultuur alweer. Of wat is de seksuele geaardheid van iemand? Dat soort zaken spelen dan een rol. En die twee begrippen multicultureel en pluriform komen dus heel erg op hetzelfde neer, maar er zit dus een klein onderscheid in. Ja, en is dat nou een goed iets, een multiculturele of een pluriforme samenleving? Daar is heel veel debat over en er zijn hartstikke veel voordelen en er zijn misschien ook nog wel wat nadelen te bedenken, dat is maar net hoe je erin staat. Wat zijn nu voordelen van zo'n pluriforme multiculturele samenleving? Nou ja, er vindt een bepaalde culturele verrijking plaats. Als die culturen, als die verschillende leefstijlen, als die allemaal door elkaar leven, dan pik je ook weer andere ideeën van andere mensen op. En daarnaast zie je ook dat het goed kan zijn voor de economie, omdat er nieuwe contacten worden opgedaan en er komen nieuwe mensen naar een land toe die een bijdrage willen leveren aan de economie van het land. Dus dat zijn allemaal voordelen van zo'n pluriforme en multiculturele samenleving. Er kunnen ook nadelen aan zitten, tenminste dat vinden sommige mensen. Het kan zorgen namelijk voor maatschappelijke spanningen tussen die verschillende groepen. Als die verschillende groepen alleen maar naast elkaar leven en niet met elkaar leven, ja, dan kan er nogal eens frictie ontstaan. En bovendien is het als nieuwe groep, als nieuwkomer in een land, misschien ook wel lastig om je te mengen in zo'n nieuw land, in zo'n nieuwe samenleving. En daardoor kan er een maatschappelijk isolement komen van die nieuwkomers. Taal is er heel belangrijk in. Hoe sneller je de taal kent van het land, hoe sneller je ook opgenomen kunt worden in die samenleving van dat land. Ja, en als we dan gaan kijken naar Nederland, dat nemen we maar weer even als voorbeeld van zo'n pluriforme en multiculturele westerse samenleving. Dan zien we dat er verschillende golven van immigranten komen naar Nederland. En hier op dit kaartje zie je dat al een beetje. Hoe is de spreiding nu van autochtonen en allochtonen in een bepaald gebied? Nou, dat zie je door de kleuren van de provincies en ook door die grafieken die daar dan bij staan. Kun je eens rustig even naar kijken. Maar goed, die immigratiegolven dus. Er zijn verschillende redenen waarom mensen naar een land kunnen komen, in ieder geval naar Nederland kunnen komen. En dat zetten we eens even op een rijtje. Dan zullen we ook zien, dat heeft ook te maken met eerdere kenmerkende aspecten uit dit tijdvak. Oké, de eerste groep die in grote getalen naar Nederland komt, dat zijn de Indonesiërs. En die komen vooral vanwege de decolonisatie van Indonesië. Ze hebben eerst behoord tot het Nederlandse Rijk, dus er is een bepaalde band ook met Nederland. En daardoor zie je dat veel mensen uit Nederlands-Indië of Indonesië, moet ik nu dus eigenlijk zeggen, naar Nederland komen. De tweede groep die komt zijn vooral Spaanse, Italiaanse, Griekse en Portugese gastarbeiders en die komen hier vanwege de toenemende welvaart. Er is heel veel vraag naar arbeid op het moment dat de economie begint te groeien vanaf halverwege de jaren 50. Dan worden er goedkope arbeiders gehaald uit Zuid-Europa. En niet veel later worden die arbeiders ook uit andere gebieden gehaald, namelijk Turkije en Marokko. In 1975 zien we weer een heel andere immigratiegolf komen, namelijk de Surinamers, als Suriname onafhankelijk wordt van Nederland. En uiteindelijk zien we in de jaren 80 en 90 en ook het eerste decennium van de 21ste eeuw, dat er allerlei andere groepen mensen naar Nederland komen, vooral vanwege oorlog en dergelijke. En dan moet je denken aan mensen uit Irak, Iran, Afghanistan, voormalige Joegoslavië en ga zo maar verder. En dat alles levert in mijn ogen een prachtige pluriforme en multiculturele samenleving in Nederland op.